Op 24 december 1949 vierde onze voornaamste dichteres Dr. Henriette Roland Holst haar 80ste verjaardag. Nederland wilde haar toen een geschenk aanbieden, maar zij verzocht in plaats daarvan iets blijvends voor de jeugd te willen organiseren. Dat is gebeurd. Op het landgoed De Haren bij Doornspijk is een huis gekocht dat naar haar genoemd en in haar tegenwoordigheid officieel geopend werd. De burgemeester van Doornspijk zei dat deze dag voor mevrouw Roland Holst een van vreugde moest zijn, nu haar liefde voor, haar vertrouwen in en haar boodschap aan de jeugd in dit buitenhuis gestalte hebben aangenomen. De grijze dichteres hielp zelf een meiboompje planten. Het Henriette Roland Holstoord zal een toevlucht zijn voor de misdeelde stadsjeugd en andere kinderen die onder dezelfde moeilijke omstandigheden leven. Het zal de herinnering bewaren aan een vrouw van uitzonderlijke betekenis, wier leven gekenmerkt is door strijd tegen onrecht en onderdrukking, en die het thans op hoge leeftijd geheel in dienst heeft gesteld van de jeugd.